Hier. Op het Buitenhoutcollege in Almere Buiten maken derdejaars leerlingen hun eigen kunstmuseum. Het thema is selfies door kunstgeschiedenis heen. Het zijn behoorlijk grote portretten van kunstenaars. En daarom kregen de scholieren les van professionals, zoals kunstenares Mac Merks. Wij hebben het portret opgedeeld in deelstukken. Ik heb het als een kleurboek voorgetekend. Mijn collega die heeft dit allemaal op maat gezaagd en in elkaar gezet. En toen zijn we met de leerlingen gaan werken. En dus telkens per groep en dan schoof het schilderij een stukje door. Dus in feite is het heel snel gedaan. Maar dat komt door de grote hoeveelheid leerlingen die eraan gewerkt heeft. Zo'n 200 zo uit mijn hoofd. Maar dat kan iets meer of iets minder zijn. Voor dit grote project zijn volgens Merks speciale technieken nodig. Idee van schilderen, we hadden het net met de meisjes over, het is net als make-up. Je zet eerst de foundation op. En dat hebben wij ook gedaan. Dus je zet eerst de basiskleur op. Dus ook zo'n portret, eerst het portret helemaal geel. Eerst de trui helemaal roze. Alles eerst helemaal groen. En dan ga je pas de andere lagen erop aanbrengen. Waardoor je zo'n schilderij, en in feite schilder je ook zo, langzaam in fases opbouwt. Op de kale grijze wanden hangen nu kleurige hoofden van Frida Kahlo, Vincent van Gogh en Dalí. Ik ben zo verschrikkelijk trots, omdat ik weet dat als je eraan begint, dat ze zoiets hebben, wauw, wat gaan we doen? Als ze de resultaten zien en kijken wat ze met elkaar hebben gedaan, denk ik ja, fantastisch. Ja, ik zou er heel blij mee zijn, zelfs al zou het in mijn huiskamer hangen. Dus ja, ik vind het echt heel erg knap. Ook kunstdocent Henriette Alkema van het Buitenhoutcollege is erg tevreden. Ze ziet voor sommige leerlingen wel een toekomst in de kunst. Er zijn altijd een paar die willen er echt wel wat in gaan doen. Zij zeiden ook, de kunstenaars die hier hebben begeleid, zijn ook gemiddeld 40% van de leerlingen, kon ook echt wel goed schilderen. Die hebben echt wel goed die laag opgebouwd en diepte in dingen gekregen. Dus dat viel me eigenlijk heel erg mee uiteindelijk. Je denkt, nou, het is echt enorm, moet er mooi uit gaan zien, gaat nooit lukken. Dus dat was mijn gedachte een beetje. Maar uiteindelijk is het echt wel goed gelukt, ja. Je bent dus echt wel trots op? Ik ben wel trots op wat ze hebben gedaan, absoluut, ja. Superknap. Het museum is bijna klaar. Derdejaarsscholier Salvina werkt nog aan een van de laatste portretten. Ik ben nu bezig met een kunstwerk die in 2016 is gemaakt door een vrouw. En die vrouw moest vroeger geforceerd van haar ouders dokter worden. En toen was ze daar bezig met studeren, maar dat wou ze niet. Dus toen heeft ze ervoor gekozen om kunstwerken te maken, gebaseerd op donkere mensen met een donkere huidskleur, om daar meer te focussen. Nou, als ik het zo bekijk, het ziet er allemaal mooi uit. Het ziet er fantastisch uit. Ik zou het zo ophangen. Ja, nou, dat niet, want het is wel heel erg groot. Ik denk dat het een meter of 2,5 bij 2,5 is. Mag het ook in de tuin dan? Dat mag zeker, ja. Heel op de veranda bij jou, zo, tegen de achtermuur. Ja, dat is wel nou, heel erg gaaf. Goed idee. Ja. Nou, wil je het ook zien? Het Buitenhoutcollege dus in Almere, daar is dit museum te bezoeken. Ja.